De politie zal in de komende maanden veel zichtbaarder zijn in het verkeer. Inspecteur van politie Milton Kensmil doet een beroep op weggebruikers niet onnodig confrontaties op te zoeken met de politie. De inspecteur verwijst hierbij onder andere naar een geval dat zich enige tijd geleden heeft voorgedaan, waarbij een burger erop stond eerst een identificatie te zien van de politie alvorens zijn auto bescheiden af te staan. Ik heb al meerdere malen aangegeven, het zou een simpele opgeven van de naam kunnen zijn door betrokken politieambtenaar. Maar dan wil ik dan gelijk, als u me toestaat, wil ik dan gelijk een aanvulling hierop plegen. Dat de burger er niet van uit moet gaan dat als die politieambtenaar zijn naam, rang en naam niet opgeeft, dat als tegenreactie de stukken ook niet overhandigd worden. Ik belt u bij deze, de politie de bevoegdheid om te vragen naar de stukken en dat die stukken onverwijld ter inzage moeten worden afgestaan. En als die burger een beetje lastig doet, heeft die politie maar ook nog de mogelijkheid om betreffend persoon over te brengen naar bureau ter voorgeleiding aan een hulpofficier van justitie om de identiteit vast te stellen. Wie houdt wie op? Dus vandaar dat ik een stukje flexibiliteit vraag van beide partijen, zowel de politie als de burger. Maak het niet onnodig moeilijker. Kensmil benadrukt dat het geenszins de bedoeling is de focus alleen te leggen op de verkeershandhaving en drugsgerelateerde zaken. Ook de vele inbraken en diefstallen baren de politie zorgen. Je kan je huis niet verlaten in de ochtenduren om te gaan werken. Ja, om je krachten te geven zodat het land vooruit kan komen. En dat onverlaten zich die vrijheid aanmeten om jouw woning zonder je toestemming te betreden. Ook wat dat stuk betreft is er een plan dat reeds in uitvoering is, waarbij de politie verhoogt afwisselend de verschillende buurten ingaat. En daar wordt niet zozeer gelet op de frequentie van inbraken. Het is dat de politie gewoon zichtbaar moet zijn over de wegen van Suriname. We vragen ook, indien er situaties zijn waar die burger enigszins een beetje onveilig gevoel heeft, deel die informatie. Voor het doorgeven van klachten of het vragen van assistentie kan de burger bellen naar de nummers 105 en 115. Het volledige gesprek met inspecteur Milton Kensmil over de operatie Veilig Suriname kunt u zien op ons YouTube-kanaal ATV Suriname.